In de prachtige zaak IP Lounge, wat zo goed als betekent Isabel en Philippe hier in de Binnenstraat in Aalst. Ik moet zeggen, het is een fantastisch mooi concept en daar gaat natuurlijk onze gastvrouw Isabel natuurlijk wat meer over vertellen. Hè? Ja, dank u William. Ja, ons concept is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Het is lekker eten à la carte, ofwel in een brasserie op gemakske, ofwel in de grote zaal waar dat er ook optredens gebeuren. Dus optredens van allerlei genre artiesten, alle nationaliteiten, alle leeftijden, alle genres gemengd. Dus dat is een beetje het concept ook van de IP Lounge, bekende, onbekende, alle artiesten welkom eigenlijk. Hè. Dat is uiteraard fantastisch. Dat geeft ook waarschijnlijk een stap naar bekendheid voor vele mensen die het nu wat moeilijk hebben om te beginnen. Maar u bent eigenlijk van origine echt een zangeres. Sila K, dat is toch een bekendheid hier in België. En u hebt een bepaalde plaats veroverd, onder andere met het Eurovisie Songfestival. Misschien daar toch nog eventjes op terugkomen. Ja, het is eigenlijk een van de mooie herinneringen van 2011, zou ik zeggen. Hè. De finale plaats van de Belgische selectie Eurovision. Het is niet mogen worden natuurlijk naar Düsseldorf. Maar het blijft een fantastisch avontuur. Ook heel goede artiesten ontmoet die ondertussen ook vaste IP-artiesten geworden zijn. Dus al bij al een heel toffe avontuur. En ja, ik zou zeggen, nu heeft Sila K een eigen plek gevonden hè, om zich te huiten en mensen te ontmoeten elke week. Hè. Dat is fantastisch. Isabel, ik mag Isabel zeggen. U bent van oorsprong eigenlijk Franstalig, als ik het goed voor heb. Ik ben eigenlijk een zinneke van Brussel. Dus eigenlijk altijd in de twee talen opgevoed geweest, maar wel studies in het Frans gedaan. Dus daarom misschien ook die kleine erkes. Maar familie uit Herzele, we zijn echt zo'n een gesplitte familie, zou ik zeggen. Dus ja, ik voel me echt Belg. Het is niet dat ik Franstalig of Nederlandstalig ben, ik ben Belg. Ja, wat mij bijzonder opvalt is dat je eigenlijk perfect Nederlands spreekt. Hè? Die R, er zijn nog mensen die praten met een R. Neem nu maar eens Isabelle A. Hè? Die zingt zelfs met een R. Hè? Maar ik moet ook zeggen, u hebt een wondermooie stem. U hebt een heel aangenaam verschijning. U bent heel vriendelijk altijd tegen de mensen. En dat is zeker een waarde. Ik vermoed dat dat ook een groot succes zal worden op termijn. Er zullen in het begin natuurlijk wel wat kleine foutjes gebeuren, maar het kan alleen maar groeien, hè? Het is de bedoeling, hè. We zijn natuurlijk, het is ons eerste weekend. Ja, nu hebben we eigenlijk al, het is onze derde dag open voor het publiek. En ik zou zeggen, we hebben een superploeg. We hebben een hele, maar een prachtige chef-kok, echt waar. Een super garçon en met een man aan de bar, hè. Dus kan die stuk. Ja, we gaan leren natuurlijk, het gaat nog beter worden. Maar ik vind het al bij al wel al heel goed om te beginnen. Voilà, ik laat mij niets anders over dan u heel veel succes te wensen. U zult natuurlijk altijd kunnen steunen, ook op ons, de Vlaamse muzieksite. Wanneer er hier bijzondere dingen gebeuren, en soms wel eens gewoon voor de gezelligheid, zullen we hier zeker wel eens afkomen. Ik moet zeggen, voor de mensen eigenlijk één goede raad. Ga even een kijkje nemen bij IP Lounge in de Binnenstraat nummer 41. In Aalst. Is dat goed gezegd, Isabel? Het is eigenlijk 41A en het is ook heel belangrijk om te melden dat we een hele schone parking hebben in de Groenstraat. Dat is eigenlijk juist 30 meter van hier. Dat is ook wel heel handig natuurlijk als je een privéparking hebt. En ik zou zeggen, vrijdag, zaterdag, entertaining met de artiesten en de muzikale zondagen met artiesten. Wij richten ons meer naar hun seniorenpubliek, maar de ambiance zal er ook zeker zijn. Dus ik zou zeggen, welkom allemaal. Ik ga nog één ding vermelden, vooraleer we afsluiten. Er is ook een website, www.iplounge.be. Dus het is heel gemakkelijk. Hè? Dus Isabel en Philippe, dus met een P. Hè? Op Facebook ook. Op Facebook kunnen ze dus ook kijken. Ja, eigenlijk de groep op Facebook, dat is de IP Lounge groep. Die is ook iets meer actief dan een website. Het is ook gemakkelijker om van alles en nog wel links, zoals jullie mooie reportage van de opening. Dus dat komt allemaal op die Facebook groep. Dus gewoon even vragen om lid te worden van IP Lounge op Facebook. En dan word je eigenlijk op de hoogte gebracht van alle evenementen. Oké, Isabel, ik wens jullie nog veel succes. En bedankt voor het interview. Dank je wel. Bedankt om hier te zijn. En bedankt Nicole ook, hè. Het was super om jullie hier te hebben. Dank u.